vision. You can see vision. You can vision and see. It is the promise of God. It is in the love of God. God said young men will see vision. God said that young man so will see vision. So you should see vision. You want to vision and not see. Not that you will be saying, I dream every time. That you have to get saying that you can dream and vision. How can you see vision? You can be vision and see. You need to have close relationship with God. You want and relax here and respond to Him. You will be some hunger. Good morning, everyone. Goedemorgen, iedereen. You're welcome to this morning service. Jullie zijn welkom naar de dienst van vandaag. We thank God for the opportunity He has given us today to be in His presence. We danken God voor de mogelijkheid dat Hij ons heeft gegeven om in zijn aanwezigheid te zijn. This is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in His presence. Dit is de dag dat de Heer heeft gemaakt, en wij zullen verheugen en blij zijn in zijn aanwezigheid. This morning we shall be worshiping Him with a psalm of praise. Deze morgen gaan wij hem aanbidden met een psalm van lof. Psalm 100. Psalm 100. Psalm 100. Psalm 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt, en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem. Prijs zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Amen. Amen. Verse 2 says, serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. So we are coming into his presence this morning with gladness. As we come into his presence, we are happy. Dus vers 2 zegt, dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Dus wij komen hier in zijn aanwezigheid met blijdschap. Wij zijn blij in zijn aanwezigheid. So we lay all our worries, all our burdens at the feet of the Lord Jesus. And we sing to him with gladness. Dus wij leggen al onze zorgen aan het voeten van Jezus Christus en wij zingen tot hem met blijdschap. For the Lord indeed is good. Want de Heere is inderdaad goed. And his mercy is everlasting. You may remain seated in God's presence. Mag gaan zitten. As we welcome the man of God to give us the word. Als wij de voorganger gaan verwelkomen om ons het woord van God te geven. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Good morning, brothers and sisters. Goedemorgen, broeders en zusters. We welcome everyone in the name of Jesus. Wij verwelkomen iedereen in de naam van Jezus. And we trust the Lord. En we vertrouwen de Heere. That this morning. Dat dit morgen. The Lord will speak to our hearts. Dat de Heer tot onze harten zal spreken. Heavenly Father, we thank you for this moment. Hemelse Vader, wij danken u voor deze moment. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. We receive fresh unction from above. We ontvangen zalving van bovenaf. We receive fresh anointing. We ontvangen zalving van bovenaf. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. We plead the blood of Jesus. Wij pleiten het bloed van Jezus. Holy Spirit. Heilige Geest. Come and speak the word. Kom het woord spreken. And let the name of the Lord be glorified. En laat de naam van de Heer verheerlijkt worden. Everyone that are listening to us. Help ieder die naar ons luistert. Far and near. Ver en dichtbij.
to understand the scripture. Help hen om de geschriften te begrijpen. Holy Spirit, over to you. Heilige Geest, over aan in u. In Jesus' name we pray. In Jezus naam bidden wij. Amen. Amen. This morning by the grace of God. Deze morgen door de genade van God. We are going to continue on our topic. Gaan we verder spreken over ons onderwerp. That we started last Sunday. Die wij vorige zondag zijn gestart. We already said that the topic will take 2 Sundays. We hadden al gezegd dat deze onderwerp 2 zondagen in beslag zal nemen. And the topic is. En het onderwerp is. Dream, vision and prophecy. Dromen, visioenen en profetieën. Dream, vision and prophecy. Dromen, visioenen en profetieën. This morning by the grace of God. Dit morgen door de genade van God. We are listening to part 3. Gaan wij luisteren naar deel 3. Dream, vision, prophecy, part 3. Dromen, visioenen en profetieën, deel 3. And we shall be reading from the book of Joel. En we gaan lezen vanuit het boek van Joel. Joel chapter 2. Joel hoofdstuk 2. Joel chapter 2. Joel hoofdstuk 2. Let's turn our Bible. Laten we onze Bijbel openen naar Joel hoofdstuk 2. Joel chapter 2. Joel hoofdstuk 2. I'm reading from verse 28. Ik lees vers 28. It reads and I quote. Het leest. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. And also upon the servant and upon the handmaid, in those days will I pour out my spirit. Amen. Amen. Joel hoofdstuk 2 vers 28. En daar staat, en het zal geschieden daarna dat ik mijn geest zal laten vloeien op alle vlees. En jouw zonen en dochters zullen profeteren. Uw oude mannen zullen dromen dromen. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw dienaren, en de vrouwen die dienen. In die dagen zal ik mijn geest over hen gieten. Halleluja. 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 The scripture said, and it shall come to pass afterward. De geschriften zeggen dat het daarna zal komen. Through prophet Joel. Door prophet Joel. We'll wait for you can open it. Joel chapter 2. Yeah, Joel hoofdstuk 2. And verse 28. Verse 28. The Spirit of God spoke through prophet Joel. De geest van God sprak doorheen profeet Joel. And by the unction of the Holy Spirit. En onder de invloed van de Heilige Geest. Prophet Joel declared. Heeft profeet Joel verklaard. That on the last day God will pour out His Spirit upon all flesh. Dat op de laatste dagen dat de Heere zijn geest zal uitstorten op alle vlees. And we said last Sunday. En we hebben vorige zondag gezegd. That we are in that last day now. En dat we nu in die laatste dagen zijn. He said, I will pour out my spirit upon all flesh, and your son and your daughter shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see vision. Dat staat. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. This prophecy was declared by prophet Joel many years before the fulfillment of the prophecy. Deze profetie werd vele jaren al uitgesproken eer dat het tot vervulling kwam. And in the book of Acts chapter 2. En in het boek van Handelingen hoofdstuk 2. And if you read it from verse 17. Als je leest vanaf vers 17. Okay, let's take it from verse 15. Laten we kijken vanaf vers 15. Apostel Peter defend the church. Apostel Paulus stond op voor de kerk. When the Holy Spirit came upon the brethren
About 120 people for the first time. Toen de Heilige Geest voor de eerste keer op ongeveer 120 mensen kwam. And the people who came to Jerusalem saw these people speaking in different kind of tongues. En die mensen die naar Jeruzalem kwamen zagen dat deze mensen in verschillende tongen aan het spreken waren. They received the Holy Spirit and also the gift of speaking diverse kind of tongues. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen en ze hadden ook die gave ontvangen om in verschillende soorten tongen te kunnen spreken. They were speaking tongues of men. Ze waren tongen van mannen aan het spreken. And if you remember the book of 1 Corinthians chapter 13. Als u het boek van 1 Corinthians hoofdstuk. You don't have to open it. 1 Corinthians chapter 13 said. 1 Corinthians hoofdstuk 13 zegt. If I speak tongue of angel. Als ik tongen van engelen spreek. And I speak tongues of men. En ik spreek tongen van mannen. So here the people received the Holy Spirit. Hier hadden de mensen de Heilige Geest ontvangen. With the gift of speaking diverse kind of tongues. Met het gaven van verschillende soorten tongen when spreken. When people are speaking diverse kind of tongues. Wanneer mensen verschillende soorten tongen spreken. It means they are speaking tongues that can be understood on the earth. Het betekent dat zij tongen spreken die op aarde verstaan. This is different from tongue of the angel. Dit is verschillend met tongen van engelen. The Bible spoke about tongue of the angel. De Bijbel heeft gesproken over tongen van engelen. Or the tongue by which we speak to God. Of de tongen waardoorheen wij tot God spreken. You can read that in the book of 1 Corinthians chapter 14. In Corinthians hoofdstuk 14. The word of God said in that place. Het woord van God zegt in let's, die plaats. Let's talk about Bible there so that will be precise. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians hoofdstuk 14. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians hoofdstuk 14. Verse 2. He said, for he that speak in an unknown tongue, speak not unto men, but unto God. For no man understanding, howbeit in the spirit, he speaks mystery. Daar staat 1 Corinthians hoofdstuk 14, vers 2. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. This is different from the tongue that they were speaking in, on the day that they received the Holy Spirit. Dit is verschillend met de tong die zij aan het spreken waren. Op de dag dat zij de Heilige Geest hadden ontvangen. The Bible said, he that speak in an unknown tongue, speak not unto men, but unto God. For no man understanding, howbeit in the spirit he speaks mystery. Daar staat, wie in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar hij spreekt, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. So this one is the spiritual tongue that people receive when they receive the Holy Spirit by which they communicate to God. Dit is dus de spirituele tong die mensen ontvangen en wanneer zij de Heilige Geest ontvangen en hiermee spreken zij tot God. The Bible said no one can understand this. En de Bijbel zegt dat niemand deze kan begrijpen. But in the book of 1 Corinthians chapter 13. Maar in het boek van 1 Korinthe hoofdstuk 13. The Bible also talk about in verse 1. It said, do I speak with tongues of men and of angel and have not charity? Ja, daar staat, al zou ik de taal van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. So here is speaking about the gift of speaking diverse kind of tongues. Oké, dus hier spreekt het over de gave van het spreken in verschillende tongen, dus van mensen die je wel kan verstaan. When people are speaking diverse kind of tongues. Dus wanneer mensen de talen van mensen spreken, people, verschillende soorten tongen. People from the land where those language have been spoken can understand it. Mensen die uit het land afstammen waar die talen wordt gesproken, zullen het kunnen begrijpen. So sometimes people have told me that but we in the book of Acts. The people were speaking in tongues and people from different nations, they were hearing what they were saying. En vaak hebben mensen mij verteld van, in de Bijbel staat er dat er mensen waren die in tongen spraken en die tongen waren verstaanbaar. And they said, but now people speak in tongues. Nobody even understand what they are saying. Maar nu spreken mensen in tongen en niemand begrijpt wat zij aan het zeggen zijn. I also want to let you know. Ik wil dat u het ook weet. That there is a gift of the Spirit that we call
the gift of interpretation of tongues. Dat er een gave van de geest is die genoemd, die het gave van het interpretatie van tongen wordt genoemd. So if the tongues people were speaking is the tongue of men, tongues of men that can be understood on the earth, someone with gift of interpretation can interpret it. Okay, dus als de tongen die ze aan het spreken waren, een tong is die, die begrepen kan worden hier op aarde, zal iemand die gave heeft van het interpreteren, in, interpreteren van tongen het kunnen interpreteren. For instance, ja, bijvoorbeeld als... If somebody received the Holy Spirit and he received the gift of diverse kind of tongue along, and he began to speak diverse kind of tongue, somebody from the land where that language are being spoken can understand it. Dus bijvoorbeeld als iemand de gave ontvangt van het spreken in verschillende soorten tongen, zal iemand van die land het ook kunnen begrijpen en het kunnen vertalen. So here, what they receive the Holy Spirit, and they also received the gift of diverse kind of tongues. Dus hier wat zij ontvangen hadden is de Heilige Geest en zij hadden ook de gave van het spreken in verschillende soorten tongen ontvangen. And in verse 9, the Persians, Medes and Elamites and the dwellers of Mesopotamia in Acts chapter 2, verse 9, it says the Persians, the Medes and Elamites and the dweller in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia in Egypt, and in the part of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and the proselytes, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful work of God. Hallelujah. Hallelujah. Pachten, maiden, Eliamiten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontius en Azië en Asia, Phrygi, Pamphylia, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in ons taal spreken over de grote werken van God. Spreken. The Bible said different people from different lands. Dus de Bijbel zegt dat verschillende mensen uit verschillende landen. They heard them speaking and they understood what they were saying. Zij hoorden hen spreken en wat zij spraken was ook verstaanbaar. So this was the experience. Dus dit was de ervaring. I prophesy. Ik profeteer. I am prophesying now. Ik ben nu aan het profeteren. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. That the time will come. Dat een tijd zal komen. In this province of Limburg. In deze provincie van Limburg. That people from all nations. Dat mensen van alle naties. They will gather. Dat zij samen zullen komen. To worship God. Om de Here te aanbidden. And everyone that gathers. En iedereen die samenkomt. They will receive the Holy Spirit. Zij zullen de Heilige Geest ontvangen. In the name of Jesus. In de naam and as and they will receive the gift of speaking diverse kind of tongues. Ze zullen ook die gave ontvangen van in het spreken van tongen van de verschillende soorten tongen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. And everyone will say. En iedereen zal zien. We are hearing them speaking in our own language. Iedereen zal zeggen, wij horen dat zij in ons eigen taal spreken. Hallelujah. 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 This is going to happen. Dit gaat gebeuren. By the grace of God. Door de genade van God. That is why the Lord sent us on this land. Daarom heeft de Heer ons hier naar deze land gestuurd. To be praying for the province of Limburg. Om te blijven bidden voor de provincie Limburg. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. So the word of God said. Dus het woord van God zegt. In verse, let's take it from 16. Verse 16. But this is that which was spoken by the prophet Joel, that it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and your old men shall dream dreams. Daar staat dus vanaf vers 16, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. And on my servant and on my handmaid I will pour out in those days of my spirit and they shall prophesy. En op mijn dienaren en op mijn dienaressen
plaatsen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. So the prophecy of prophet Joel. Dus het profetie van profeet Joel came to pass in the book of Acts chapter 2. Is tot uiting gekomen in het boek van Handelingen hoofdstuk 2. And the people were wondering. En de mensen waren zich aan het afvragen. What is happening here? What is er hier gaande? And then the apostle Peter told them. En apostel Petrus zei tot hen. This is that which was prophet. I mean, which was spoken by prophet Joel. This is datgene dat gesproken werd door prophet Joel. And that was how we had the first sermon. After the baptism of the Holy Spirit. And this is who I the eerste boodschap hebben gehoord na de doop van de Heilige Geest. Apostle Peter was the one who preached the first sermon after the baptism of the Holy Spirit. Apostle Petrus was diegene die het eerste boodschap gaf na de doop van de Heilige Geest. God expects young men. God verwacht van jonge mannen to see vision. Dat zij visioenen gaan zien. Last Sunday I said. Vorige zondag zei ik. If you are still young, als je nog steeds jong bent, you should see vision. Dan hoef je ook visioenen te zien. And if you are still below 70 years, als je nog onder de 70 bent, if you are between age 30, age 15, it could be from any age. If you are not more than 70 years, you are still, you can still count yourself as young men or young women. Als u niet meer dan 70 jaar oud bent, kan u nog steeds zeggen dat u een jonge vrouw bent of een jonge man. So when the word of God said you're young men. Dus wanneer het woord van God zegt u jonge mannen. He's talking about people that are, between the age 1 to age 70. Dus het spreekt nu over mensen die vanaf jaartal 1 tot jaartal 70 but zijn. But if you are not yet 70. Maar als u nog geen 70 bent. And you said I'm dreaming every day. En u zegt ik droom elke dag. You don't see vision. U ziet geen visioenen. It's not bad. Dat is niet slecht. But you need to move forward. Maar u moet verder gaan. You need to be strong in the Lord. U moet sterk zijn in de Heer. You need to have more relationship with God. U moet een relatie hebben met de Heer. I want us to understand what is vision. Ik wil dat wij begrijpen wat visioen is. We talked so much about dream last Sunday. Wij spraken zoveel over dromen vorige zondag. I want to speak more about vision. Ik wil meer spreken over visioenen. Then I'm going to bring different examples of people who saw vision in the Bible. Dan ga ik u ook voorbeelden geven van mensen die visioenen zagen in de Bijbel. Especially people who received the fulfillment of the prophecy of prophet Joel. Zeker mensen die de vervulling van de profetie van profeet Joel zagen. So I'll be looking at New Testament. Dus ik ga kijken in het Nieuw Testament. Acts chapter 9. Handelingen hoofdstuk 9. I'm reading from verse 10. Ik lees vers 10. He said, and there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, arise, go into the street which is called Streets, inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed, and has seen in a vision a man named Ananias coming in, putting his hand on him, that he might receive his sight. Can you read it from verse 10? En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. The Bible said Ananias saw in a vision. De Bijbel zegt dat Ananias in een visioen zag. The Bible called Ananias a disciple. De Bijbel noemt Ananias een disciple. He didn't call him a prophet. Hij noemde hem geen profeet. Ananias is not a prophet. Ananias is geen profeet. Ananias is not an apostle. Ananias is geen apostel. I mean, the scripture did not even call him a pastor. De schrift noemt hem ook geen voorganger. The Bible did not say he has received any of the fivefold ministry. De Bijbel zegt niet dat hij een van de vijfvoudige bedieningen heeft ontvangen.
The apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, and the teacher. The apostle, the prophet, the evangelist, the prophet, and the leader. The only thing that we can, I mean, the only way the Bible could describe him, the word of God said he is a disciple. That's what my God saying that I am disciple is. Meaning someone who has given his life to Christ. And that we take it that iemand is his enabler and Christ to safety here. And then he saw vision. So what is the difference between vision and dream? Wat is het verschil tussen visioenen en dromen? Most of the time when you dream, meestal wanneer u droomt, you only see picture. Ziet u alleen een foto. You see only picture. U ziet een foto, een beeld. You see yourself in different places. U ziet uzelf in verschillende plaatsen. Some of the time you are actor of some of the things happening in your dream. En soms bent u degene die mee acteert in de dingen die u in uw droom ziet. And some of the time you are not one of the actors. En soms bent u ook niet een van degenen die aan just het acteren see different is. Events. U ziet gewoon verschillende dingen die plaatsvinden. But you did not hear a voice. Maar u hebt geen stem gehoord. When somebody see a vision, maar wanneer iemand een visioen ziet, you will see the picture, dan zal je de foto zien. Most of the time you will see the picture, en meestal zal je dus de foto zien. And then you will hear a voice, en dan zal je ook een stem horen. You can also see the similitude of the Lord. Je kan ook the image of God. Je kan ook een beeld van God zien. Sometimes in form of an angel. In het vorm van een engel. Sometimes you can see light. Soms kan je zelfs licht zien. Sometimes you can see fire. Soms kan je vuur zien. So you will see something that you know that can be described as the similitude of God. Dus je zou iets zien dat omschreven kan worden als iets dat de Heer symboliseert. Or you see an angel. Of je ziet een engel. And will be talking to you. And the angel spreekt tot jou. That is vision. Dat is een visioen. So Ananias saw vision. Dus Ananias was just a disciple. Ananias was a disciple. Who the Bible did not call him a prophet or pastor. The Bible noemt hem geen profeet of voorganger. It's just one of the young men that the Bible talk about. Hij was een van de jonge mannen waarover de Bijbel spreekt. So if you are a young man like me, als u een jonge man bent zoals you mij, too, you can see vision. U kan ook visioenen zien. If you are very close to the Lord, als u heel dicht bij de Heer bent. But the word of God also said that Paul had also, Saul had also seen in a vision that somebody named Ananias is coming to lay hand on him. And the Bible said that Saulus iemand had gezien in de vision dat iemand de hand op hem ging opleggen. So which means? Does it betekent? Even somebody who has not received the full baptism in the Holy Spirit. Dat zelfs iemand de volle doop van de Heilige Geest nog niet ontvangen. Like Saul here. Zoals Saul dus hier. Somebody who is not yet fully converted. Iemand die zelfs nog niet helemaal bekeerd is. God can also show them vision. God kan hen ook visioenen tonen. If certain things were in place. Als bepaalde dingen in plaats en juiste plaats waren. Anybody can dream, like I said. Iedereen kan dromen zoals ik had gezegd. Whether you are born again or you are not born again. Als u nu wedergeboren bent of niet. And God can decide to show, to give information to anyone through dream. En God kan kiezen om een informatie te geven aan wie dan ook doorheen een droom. But when we are talking about vision. Maar wanneer we spreken over visioenen. It's a bit a little level higher. Het is een beetje hoger. There are certain things that will be in place. Er zijn bepaalde dingen die in de juiste plaats gaan zijn. For you to see vision. Voor jou om visioenen te zien. You can see vision. U kan visioenen zien. It is the promises of God. Het is een belofte van God. God said young men will see vision. God zei dat jonge mannen zien. So you should see vision. Dus u hoort ook visioenen. Not that you will say I dream every time. Dat u elke keer zegt dat u gaat dromen. You can see vision. U kan ook visioenen zien. How can you see vision? U kan uw visioenen zien. You need to be. To have close relationship with God. Je moet een relatie hebben met God. Je moet dicht bij God zijn. And then you ask me. En dan vraagt u mij. But Saul has not started having a relationship with Jesus. Maar Saul had geen relatie met Jezus. But there is something that has also taken place in the life of Saul. Maar er is iets dat ook plaatsvond in het leven van Saul. I'm reading verse 8. Ik lees vers 8. The Bible says, and Saul arose from the earth. And when his eyes were opened, he saw no man. But he led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, neither did he eat nor drink. Hallelujah. Hallelujah. Yeah.
Vers 8 tot 9, can you read it? En Saul stond op van de grond. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidde hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende die dagen kon hij niets zien en at en dronk hij niet. Don't forget. Vergeet niet. Saul had already had what we call manifest presence of the Lord. Saul had al ervaart wat wij de manifeste aanwezigheid van God noemen. God can do this without anybody querying him. God kan dit doen zonder dat iemand het hem vertelt. God can decide to manifest his presence to anyone. God kan kiezen om zijn aanwezigheid tot wie dan ook te tonen. Which nobody can ask him, why did you manifest yourself to this and you didn't manifest yourself to me? En niemand kan hem vragen waarom heeft u uzelf getoond aan hem so, en aan mij. So which means Saul had encountered the Lord. Does it betekent dat Saul de Heer had ervaren. That happened in the life of Saul at this time. En het tweede ding dat plaatsvond in het leven van Paulus in deze periode. The Bible says Saul was, was there for 3 days without eating. Neither was he drinking anything. En dat staat dat Paulus daar was voor 3 dagen zonder te eten en hij dronk ook niet. You want to see vision. Je wilt visioenen zien. You need some hunger. Dan heb je ook wel honger nodig. You eat every time. Je eet elke keer. 24 hours. 24/7. Your mouth is always working. Je mond is altijd aan het werken. And you said I don't see vision. En je zegt ik zie geen visioenen. Why God cannot show me vision? Waarom kan God mij geen visioenen tonen? How many fasting have you fasted this year? Hoe vaak hebt u gevast dit jaar? You are waiting for when one voice will call, hey, go and fast. U wacht tot er een bepaalde stem komt die u vertelt, ga vasten. Oh, you are waiting when one hand from nowhere will push your head and say, hey, go and fast. U wacht tot een bepaalde hand uw hoofd gaat pushen om te zeggen, hey, ga eens vasten. If you love God. Als u van de Heer houdt. You will fast. Dan gaat u ook vasten. It has Jesus Christ. Dan aan Jezus Christus gebracht. Why are your disciples not fasting? Waarom zijn uw discipelen niet aan het vasten? Why the disciple of, of John and the disciple of the Pharisee? De discipelen van Johannes, zoals de discipelen van Johannes en de discipelen van de Farizeeën. Jesus Christ told them. Jezus Christus zei tot hen. They are going to fast. Dat zij gingen vasten. Between Jesus Christ. Believe in fasting. Dat betekent dat Jezus Christus ook geloofde in het vasten. He also fasted for 40 days before his ministry began. Hij vastte ook voor 40 dagen voordat zijn bediening startte. And all the disciples, they lived their life, the early disciples, they lived their life fasting and praying. En al de discipelen, zij leefden hun leven met vasten en gebed. You want to see vision. U wilt visioenen zien. There are too much noise in your mind. Er is te veel geluid in uw gedachten. This noise will not allow you to hear God. En deze geluiden laten u niet toe om de Heer te horen. For you to concentrate. Om te kunnen concentreren. For this noise to get out of your mind. Om voor deze geluid om uit uw gedachten te komen. You need hunger. Dan hebt u een honger nodig. You need to fast. Dan moet u vasten. You need to pray. Dan moet u bidden. When you are fasting. Wanneer u aan het vasten bent. The fasting is going to make your body to be calm. Het vasten gaat ervoor zorgen dat uw lichaam kalm gaat zijn. And it's going to drive away too much noise that are going on in your mind. En het gaat ervoor zorgen dat al de geluiden in uw gedachten dat het weggaat. So why, Saul was there. Fasting for 3 days, no food, no water. En dus wanneer Saulus daar was en hij vastte voor 3 dagen zonder water of eten. He had also experienced what we call vision. Hij had ook al iets ervaren die wij visioenen noemen. The Bible said in verse 12. De Bijbel zegt in vers 12. He said, and let's take it from verse 11. And the Lord said unto him, speaking to Ananias, arise, go into the street, which is called streets, and inquire in the house of Judah for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayed, and he had seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Then, let's stop in verse 12 now. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was,
binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias is a devoted disciple. Ananias is een discipel. Is een devoted. Toegewijde. Ananias is een toegewijde discipel. He is so committed to the Lord. Hij is heel toegewijd tot de Heer. And this is the reason God can give him a vision. En dit is de reden dat de Heer hem een visioen kan geven. He is not a man who is full of noise. Hij is niet een man. Hij is niet een man die vol is van geluid. And also, you look at Saul here. En als je kijkt naar Saulus hier. The Bible said he was fasting and praying for 3 days. De Bijbel zegt dat hij aan het vasten en het bidden was voor 3 dagen. He could ask for food, but he chose not to ask for food. Hij kon ook vragen voor eten, maar hij koos om dat niet te doen. And there they don't show him vision. En daar heeft de Heer hem een visioen gegeven. It is your right to see vision. Het is jouw recht om een visioen Anything te zien. Anything God has promised. Alles wat de Heer heeft beloofd aan mij. Dan moet je het ook ervaren. The promises of God. Maar al de beloften van de Heer. There are so many conditions that are attached to them. Er zijn zoveel voorwaarden die aan hun verbonden zijn. If you will come closer to God. Als je dus dichterbij bij de Heer zou komen. Through fasting and prayer. Door het vasten en het gebed. Through study of the word. Door het bestuderen van het woord van God. Is going to speak to you. Dan zal de Heer tot u spreken. Through vision. Door visioenen. You will see, you will see the similitude of the Lord. De dingen zien die symbolisch staan voor de Heer. And then you will hear a voice. Amen. En je zult ook een stem horen. And he will tell you this is the way. Go through it. En hij zal je vertellen dit is de weg. Ga daar. You want to see vision. Je wilt visioenen zien. You also need to keep night vigil. Dan moet je ook s'avonds kunnen bidden. You need some sleeplessness. Je moet echt een bepaalde passie hebben daarvoor, waardoor je zelfs niet gaat slapen. If you are sleeping every day. Dan, you sleep all the night every time. Je slaapt de hele nacht elke keer. And anytime you sleep, you are just like a log of wood. Elke keer als je bidt, bent je precies een stilstaande hout. You are just like a log of wood. Je bent precies een stilstaande hout. Lying down on the ground. Je ligt daar op de bed. Totally dead. Helemaal dood. Not alive to God. Niet levend tot de Heer. How can you see vision in that condition? Hoe kan je visioenen zien in zulke conditie? If you are pleasing the flesh. Als je de vlees aan het geven is wat het wil. God is a spirit. God is een geest. It will be difficult for you. Dan gaat het moeilijker zijn voor to assess God. Om de Heer te vinden. To assess what God is saying. Om toegang te hebben tot wat God aan het zeggen is. You want to see God. Je wilt de Heer zien. You want to hear from the Lord. To see vision. Je wilt visioen zien. It is your right to see vision. Het is jouw recht om the visioen word of God said, het woord van your God zegt. Your young men shall see vision. Uw jonge mannen zullen visioen zien. He said your young daughter shall prophesy. Het zegt uw jonge dochters zullen profeteren. To keep many nights of sleeplessness. En u moet heel veel nachten doorbrengen zonder te slapen. Praying. U moet proberen om te bidden in die nachten. I remember when I was living in Lagos. Ik herinner wanneer ik in Lagos woonde. And when it is 4 a.m. in the morning. En wanneer het 4 uur was in de morgen. I would already be on my hill. Dan was ik al aan het knielen. Praying. En ik was aan het bidden. When you are not sleeping. Wanneer u niet aan het slapen bent. It's also a kind of fasting. Het is ook een soort van vasten. You are fasting your sleep. U bent u bent uw slaap aan het vasten. You're supposed to take sleep like every other person. U hoort ook te slapen zoals ieder andere persoon. You said you are not going to sleep. Maar u zegt dat u niet gaat slapen. So that you can talk to God. Zodat u tot de Heer kunt spreken. So that you can study the word of God. Zodat u het woord van God kan bestuderen. By doing this. En door dit te doen. You will see vision. Dan zal u visioen zien. So this particular day. Dus deze specifieke dag. I was waiting before God. Was ik aan het wachten voor de Heer. 4 a.m. and 4:30 a.m. Tussen 4 uur en 4 uur 30. And I was praying. En ik was aan het bidden. And then I fell into trance. En ik viel in een trance. And then I heard a voice that said to me. En ik hoorde een stem die tot mij zei. And I saw, a particular route in that vision. En ik zag een bepaalde route in die visie. And the voice said to me. En de stem zei tot Do mij. Do you want to get your car now? Wilt u nu uw auto hebben? You need a car. U hebt een auto nodig.
And he said, go through this path. En het zei tot mij, ga doorheen deze weg. And he mentioned the exact place I must go. En hij zei de exacte plaats waar ik moest gaan. Just like the Lord spoke to Ananias. Zoals de Heer tot Ananias sprak. The Spirit of God told Ananias. De Geest van God zei tot Ananias. Go to the street which is called straight. En ga naar de straat die het recht wordt genoemd. You see, when the Spirit of God speaks to you. Wanneer de Geest van God speak to you in a vision. Wanneer de Heer spreekt tot u in een visie. There will be no confusion about it. Dan zal er geen verwarring zijn. The Spirit told me in the vision. De Geest zei tot mij in de visioen. Leave your car now. En u hebt nu uw auto nodig. Go through Oju Elegba. Ga doorheen. Ga naar die plaats. Oju Elegba is an area in Lagos. Oju Elegba is een plaats in Lagos. He said you will get your car. Hij zei dat u uw auto zou krijgen. And I woke up early in the morning. En ik stond op s'morgen. I did not have so much money with me. Ik had geen geld, veel geld met mij. I think I had about 70,000 naira. Ik denk dat ik 70,000 naira had. But the Spirit of God said, go through that particular area. En maar de Geest van God zei dat ik doorheen die specifieke plaats moest gaan. In the vision. In de visioen. I said, vision can come through trance. En zoals ik zei, visioenen kunnen doorheen een trance komen. When you fall into trance. Wanneer u valt in een trance. You are not sleeping. Dan bent u niet aan het slapen. You are like half awake. U bent half aan het, dan bent u half wakker. You know, when you fall into trance. Wanneer u valt in een trance. At that moment. In die moment. Your mind and your mind is suspended. Uw gedachte is even niet aan het bewust. You are not conscious of where you are. U bent niet bewust van waar u bent. But the Lord takes you out in your spirit. De Heer neemt u uit in uw geest. It takes your mind out. Hij neemt uw gedachten uit. And it takes you into the realm of the spirit. En hij neemt u in het gebied van het geestelijke. And he will show you things. En hij zal u tonen. And you will also hear a voice. En dan zal u ook een stem horen. So like I said, vision can come through trance. Dus zoals ik zei, visioenen kunnen doorheen een trance komen. Unlike dream. En in vergelijking met dromen. Dream is when you are totally asleep. Een droom is wanneer u helemaal in slaap bent. Bible said when deep sleep come upon a man. De Bijbel zegt wanneer een diepe slaap komt op een man. When slumberness come upon a man. De Bijbel zegt wanneer een man heel veel slaapt, totally heel veel slaapt, en hij is helemaal aan het slapen. That is the difference. Dat is het verschil. Between dream and vision. Tussen dromen en visioenen. I went through the particular area. Ik ging doorheen die specifieke plaats. That the Holy Spirit told me. Dat de Heilige Geest mij vertelde. That same day I got the car. Diezelfde dag had ik de auto ontvangen. The following day. De volgende dag. When I got the owner of the car. Toen ik de eigenaar van de auto ontmoette. I introduced myself. Ik had mezelf geïntroduceerd. He said, how much do you want to give me? Hij zei tot mij, hoeveel wilt u aan mij geven? And I just told him, this is what I have. En ik zei, dit is wat ik heb. He said, is that what you want to give? En hij zei, is dat wat u wilt geven? I said, yes, that is what I can give. Hij zei, ik zei, ja, dat is wat ik wil geven. He said, okay, you said you are a man of God. Hij zei, okay, you said that you a man of God. You can come and have the car. U kan komen en de auto geven. And the following day. En de volgende dag. I took the money there. Nam ik het geld naar die plaats. And I got the car. En ik had die auto gekregen. I didn't know that the Lord was preparing me for a mission, for my first missionary trip. Ik wist niet dat de Heer mij voorbereidde voor mijn eerste missionarische. It was with that car I was able to go for the first. I mean, I went eventually. I traveled with that car, you know, to my first missionary journey. Uiteindelijk ben ik met die auto gereden naar mijn eerste reis als een missionaris. So what are we talking about? Dus waarover spreken wij? You deserve to see vision. U wilt een visioen zien. Because it is the promise of God. Want het is de belofte van de Heer. But you need to, you know, to fast. Maar u moet vasten. You need to be prayerful. U moet bidden. You need some night of sleeplessness. U hebt een nacht van slaaploosheid nodig. That you will be talking to God. Waarin u tot de Heer spreekt. That you will be studying His word. Waarin u zijn woord bespreekt. This is how you can be qualified. Dit is hoe u gekwalificeerd kan zijn. To see vision. Om visioenen te zien. I am going to read about the second person.
Acts of the Apostles. Handelingen. Then we will round up. Acts of the Apostles. Handelingen. Acts of the Apostles. Handelingen. I'm reading the example of Peter in Acts of the Apostles chapter 10. Handelingen hoofdstuk 10. I'm reading from verse 9. Verse 9. The Bible said, and on the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour. When the Bible said the sixth hour, wanneer de Bijbel zegt de zesde uur, it's talking about around 12 noon. Hij spreekt over 12 in de avond. When he's talking about the ninth hour of the day. Hij spreekt over 12 in de middag. When he talk about ninth hour of the day. Negende uur van de dag. He's talking about 3 p.m. Hij spreekt over 3 uur. So here the Bible is talking about the sixth hour. Dus hier spreekt de Bijbel over de zesde uur. The Bible said Peter went up upon the housetop to pray. Dat stond dat Peter ging naar het huis. And about the sixth hour. En rond het zesde uur. In verse 10, he said he became very hungry. Dat staat dat hij heel veel honger kreeg. And would have eaten. En wou iets nuttigen. But why they were preparing the food? Maar wanneer zij het eten aan het bereiden waren. He fell into trance. Raakte hij in trance. And he saw heaven open. En hij zag de hemel open. And a certain vessel descend unto him as it had been a great sheet. Knit at the four corners and let down to the earth. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen. Dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken vastgebonden was. Wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowl of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. Was en neergelegd was op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden die wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem. Sta op, Petrus, slacht en eet. You want to see vision. U wilt visioenen zien. Your stomach needs some hunger. Dan heeft uw buik enkele honger nodig. Your stomach needs some hunger. Dan heeft uw buik honger nodig. It is important. Het is belangrijk. That you fast. Dat u gaat vasten. The Bible said Peter here. De Bijbel zegt dat Petrus. He had not eaten. En dat hij niet had gegeten. And why they were busy preparing food for Peter to eat? En wanneer zij nog de eten aan het voorbereiden waren. He was not eating the people. En was hij niet de mensen aan het opjagen. Even though he need to eat. En zelfs al moest hij eten. He decided to go to the top of the house. Hij had gekozen om naar de top van het huis te gaan. And he was praying. En hij was aan het bidden. And as he was praying. En wanneer hij aan het bidden was. He fell into the trance. Hij was hij gevallen in de trance. Let me tell you, exactly. If you always listen to the voice of the flesh, als je altijd luistert naar de stem van the de voice flesh, tells you you need to sleep now. Je stem zegt dat je moet and slapen. And you obey the voice of the flesh. Je luistert naar de stem van de And you are always sleeping. Je bent altijd aan het slapen. I must sleep when it is 8 p.m. Ik moet slapen als het 8 uur is. And you obey the voice of the flesh. Je luistert naar de stem. Every time. Elke keer. Your flesh tells you. Je flesh zegt you have to eat. Je moet nu gaan you eten. Cannot fast. Je kan niet vasten. And you always obey the voice of the flesh. En je luistert altijd naar de vlees. To eat. Om te gaan eten. You cannot see vision this dan year. Kan u geen visioen zien. At least you cannot constantly see vision. Je kan niet constant visioenen zien. You want to see vision. U wilt visioenen zien. Your flesh needs some fasting and prayer. Dan heeft uw vlees vasten en gebed nodig. You need night of sleeplessness. U hebt nachten van slapeloosheid nodig. Before God and be praying and be reading the word wanneer of God. Wanneer u voor de Heer zou staan en bidden en het woord van God lezen. It is unfortunate. Het is jammer that we are living in the generation dat wij in een generatie leven of shallow disciples. Van leken discipelen. The people that call themselves disciples of God, mensen die zich disciples of Christ, discipelen van Christus noemen, but they are just shadow people. Maar zij zijn lege mensen. They thought that it is only pastor and prophet. Zij dachten dat alleen pastor en profeet that should be fasting and praying and doing night vigil. Die zouden te vasten en te bidden en 's avonds te bidden. They will never pray and fast. Zij zullen nooit vasten en bidden. They only pray when they, you know, when they wake up and when they want to sleep. Zij bidden alleen wanneer ze wakker worden. You want to see vision, which is the promise of God for your life. Ook een belofte van de Heer. You need number one. U hebt nummer 1
to desire it. Je moet het verlangen. You must desire it. Je moet het verlangen. Number two. Nummer twee. You need to educate your mind. Je moet jezelf, je gedachten onderwijzen. With the word of God. Met het woord van God. Number three. Nummer drie. You need some hunger. Je hebt honger nodig. Jesus Christ said. Jezus zei. Blessed are they that thirst and hunger. Gezegend zijn zij die dorst en honger hebben. After righteousness. Voor het rechtvaardigheid. He said they shall be filled. Hij zegt dat het zij gevuld zullen worden. Number four. Nummer vier. You need some sleeplessness. Je hebt slaaploosheid nodig. That is what we call night vigil. Dat is wat wij noemen night. Night when you are waiting and washing with prayer and with the study of God's word. Het s'nachts waarin wanneer u wacht en bidt en met het gebed en het studeren van Gods woord. Jesus Christ said, pray and watch. Jezus zei, kijk en bid. But the disciples in our days. Maar de discipelen in onze dagen. They only pray. Zij baden alleen. They don't watch. Zij kijken niet. You want to watch? Wilt u kijken? You need to keep some night hours. Dan moet je bepaalde uren in de avond. Of no sleeping. Wanneer u niet slaapt. Waiting before God. Wachten voor de Heer. Washing. En kijken. Through study the word of God. Door het bestuderen van het woord. Prayer. En door het gebed. And then you will be qualified. En dan zal u gekwalificeerd zijn. To see vision. Om visioenen. The Bible says. De Bijbel zegt. To walk in the flesh is to die. Is any Christian that want to be alive unto God, elke Christen die leven tot that want God, to be alive spiritually, elke Christen die leven tot zijn spiritueel, you can't please your flesh. Je kan je vlees niet. You can't always obey your flesh. Je kan niet altijd je vlees gehoorzamen. Wanneer u altijd je vlees gehoorzaamt, dan gaat u spiritueel dood. But when you always obey, I mean the spirit of God. Maar wanneer u altijd het geest van God gehoorzaamt, the spirit of God in you. Het geest van God in u. Desire fasting. Het verlangt naar vasten. Love fasting and prayer. Het houdt van vasten en gebed. Love prayer in the night. Het houdt van 's avonds gebed. So it is important that we do this. That's why they do. And then you will see the promise of God. En dan zal u de belofte van de Heer zien. Be fulfilled in your life. Die vervuld wordt in je leven. You don't have to be a prophet. U hoeft geen profeet te zijn. You don't have to be an apostle. U hoeft geen apostel. You don't have to be a pastor. U hoeft geen pastor. You don't have to be an evangelist. U hoeft geen evangelist te zijn. You don't have to be the teacher of the word. Geen leraar van het woord te zijn. To see vision. Om visioenen te zien. Only need to be the disciple. U moet alleen een discipel zijn. Like Ananias. Ananias of vision. Ananias of vision. What is the qualification to be a disciple? Wat is de kwalificatie om een discipel te zijn? He that believes. Hij die gelooft. And is baptized in the water. En hij is gedoopt in het water. By immersion. En door in het water gezet worden. Jesus Christ said he shall be saved. Jezus zegt dat hij gered zal worden. If you believe the Lord Jesus Christ. Als je in de Heer Jezus gelooft. And you have been baptized. En je bent gedoopt. You are a disciple. Dan bent u een discipel. You qualified to see vision. Dan bent u gekwalificeerd om visioenen te zien. We shall continue later on. We zullen later bij part 4 of this message. Deel 4 van deze boodschap. In about 20-30 minutes. In ongeveer 20 à 30 minuten. And for those 30 minutes. Voor die 30 minuten. We will be praying and singing to the Lord here. Gaan we bidden tot de Heer. So wherever you are. Dus overal waar u bent. You to keep praying and singing to the Lord. Blijf bidden en zingen tot de Heer. May the Lord bless you. De Heer zal u zegenen. And cause His word. En hij zal zorgen dat zijn woord. Fruitful in your heart. Dat het vruchtbaar is in uw hart. And in your life. En in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.